Yes, super tof dat je weer kijkt naar onze vlog. Wij zijn blij. Yes. Dat, uh, God houdt van ons. Man en vrouw mogen wij zijn. Ik moest vandaag denken aan de, de ring, zeg maar. Die, nu hebben we een verlovingsring. Deze. Die hebben we allebei. Zitten er zitten drie strengen op. En dat is dus: nou, die staan eentje voor uh, Jezus. Eentje voor Andrea. Eentje voor mij. En ik, daar moest ik vandaag aan denken, zeg maar. Dat we ook qua tijdbesteding, de tijd die ik uh, met Andrea ben. Maar dat ik ook tijd met Jezus ben. En dat we dus met z'n tweeën ook tijd met Jezus zijn. Dat we als het ware met z'n drieën bij elkaar zijn. Dat we echt... Ja, dat we sterk in elkaar gevlochten worden. In onze trouwring willen we die drie lijnen gevlocht hebben. Yes. Ja. ja, we hadden het er ook laatst over. dat uh, We hadden natuurlijk in onze vlo vorige vlogs verteld... dat we niet zoenen voor het huwelijk. En dat doen we nog steeds niet. Maar um, ja, laatst hadden we het erover dat het soms best wel moeilijk is... van waar ligt nou die grens? Hoe ver je zeg maar kan, kan gaan... Dat vonden we wel lastig. En uh, toen kwam daar met een wijs besluit dat we eigenlijk, zeg maar, uh, we willen niks doen wat we ook niet zouden doen als er mensen bij zijn. Dus als mensen naar ons kijken, dan uh, ja, willen we eigenlijk dezelfde dingen doen als we ook alleen zijn, zeg maar. Niet verder gaan dan dat. Dat het als het ware weer een, uh, ja, weer een soort grens is wat, uh, wat je helpt en beschermt. Maar daarin mag je ook gewoon uh, ja, ontdekken en God wil je daarin ook gewoon helpen. Amen. God wil, in Efeze 5 las ik het net, dat daar staat dat er, als ik Andrea lief heb, zoals mijn eigen lichaam, dan, als ik haar lief heb, dan heb ik mezelf lief. Want God wil dat we één worden. Dat de man zijn vader en moeder verlaat en dat hij dan één wordt met haar. En uh, ja, als ik dan haar lief heb, dan heb ik eigenlijk ook mezelf lief. Dat is echt mooi. Zoals Jezus Christus de gemeente lief had en zoals hij eigenlijk zijn lichaam offerde, zo mag ik dus mijn lieve schat Andrea liefhebben. Mm. En uh, we hebben nog iets leuks voor jullie. Als je je nou verveelt of het uh, is dus even een beetje saai, dat is eigenlijk hetzelfde. <laughs> dan hebben we een leuk spelletje voor jullie. Ja, wij doen heel vaak een kussengevecht. Alleen dat doen we niet met kussens, maar dan doen we wie de ander bijvoorbeeld. Doen we een wedstrijdje wie de ander als eerste een kusje op de wang kan geven. Nou ja, nu liet ik haar winnen, maar normaal win ik natuurlijk altijd. Normaal laat ik hem altijd winnen, inderdaad. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> anders, anders is het slecht voor mijn ego maar, Dus, um... uh, nou, laat even weten hoe het ging: een spelletje. Ja. Yeah. <laughs> en wat je vond van onze vlog. Een kussengevecht. En deel hem ook met anderen. Ja. Yeah. Halleluja. En tot de volgende keer. Yes. Doei! En, en vergeet vooral niet: God houdt van jullie. God yes. houdt van jou. Een heleboel. Dat is ontzettend belangrijk. Want als je die liefde gaat ontvangen, dan kan je hem ook uitdelen. En dan kan je hem ook aan elkaar geven. Dan heb je naaste lief als jezelf? Amen. Dus het is dus belangrijk ja. dat je van jezelf houdt.